Vandaag ga ik Minecraft spelen en heb ik twee hele leuke challenges. Challenge 1. Iedereen plaatst een bordje met daarop een object, een dier. Het maakt niet uit. Dan rouleert hij door naar de andere kleur. Ziet hij het bordje van de andere persoon en zal hij dat moeten maken binnen een bepaalde tijd. Is de tijd voorbij, roteert hij door naar de volgende kleur en moet hij verder gaan met de beeld die daar staat, zonder dat hij überhaupt weet wat er gebouwd wordt. Challenge 2 blijft nog even een mysterie. Vind je dit nou leuk? Abonneer dan zeker even, jongens. Kijk, mijn editor maakt er weer wat prachtigs van. Dit is abonneren. Wauw, mooi. En like even, we gaan voor 5000 likes. Ik heb echt nog nooit om 5000. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik ooit om 5000 likes vraag. Maar like gewoon. Justin, ben je er klaar voor? Positief. Positief. Ido? Absoluut. Dat ziet er ook stom uit gewoon weer. Jordi? Ja! Ben ik klaar voor? Ja! Een beetje enthousiasme, dan hou ik wel. Yeah! Oké, jongens, dan gaan we beginnen. Heeft iedereen iets bedacht? Nee. Ja. Ik ook nog niet, dus ik moet ook nog iets bedenken. A few moments later. Jongens, hebben we wat bedacht met z'n allen? Positief. Ja, positief. Ik heb ook wat leuks voor jullie bedacht. Dus laten we naar de hoekjes gaan. Oké, op het randje staan. Niet spieken. En dan gaan we de eerste ronde gaan we 45 seconden doen. 3, 2, 1, go! Ik zet de timer niet aan. Nu wel. Oké, kut, Jordi. Wat een stom bordje aan het begin. Oké. Oh, dit is simpel. Dit is simpel. Dit vind ik een simpel concept en dit ga ik gewoon nailen in één keer. Oké, zo. Trouwens. 30 seconden, jongens. 30 seconden. Dat kan niet. Jawel, 30 seconden. Oh, dit is best een simpel concept. Maar ik ga het expres een beetje in een mysterie houden voor degene die na me komt. Nee, doe het niet. Niet al te moeilijk doen. Of niet. Ik kan hem afmaken als ik nu wil, maar dat ga ik niet doen. Vergeet je bordje trouwens die weg te halen, jongens. Oh, ja, goeie. Oké, ik heb nog 10 seconden over, maar ik hou het hierbij voor jou, Justin. Ik ben benieuwd of jij hieruit kan herkennen wat dit is. Ja, ik laat me ook lekker zo. Timer is gegaan. Oké, jongens, snel door naar het randje. En dan gaan we door in 3, 2, 1, start. Oké, go. Ik meen het. Stop nou, Jordi, met je bordjes. Wat is dit? Gast, Jordi, jij hebt echt 3 blokjes geplaatst of zo. Wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier mee? Ik ga hier wel gewoon wat mee doen. Ik verzin het zelf wel. Echt waar, ouwe. Wat is dit? Wat is dit, ouwe? Wat is dit? Wat moet ik hier mee? Ik weet het ook niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ga hier wel wat bijzonders van maken of zo. Oh, 11 seconden, jongens. 11 seconden. Ik weet niet wat het is, maar ik hoop dat het... Wat maak ik ervan? Oké, jongens, de tijd is weer voorbij. Wat is dit? Oké, nu kom ik bij... Als het goed is... Nee, dit was Ido's kleur. Ido, wat dacht jij, ouwe? Oké, jongens, de laatste kleur. 3, 2, 1, go. Wat is dit nou? Wat is dit? Ja. Gast, ouwe. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ben helemaal van me afgepoopt. Wat is dit überhaupt? Ik ga maar gewoon wat extra details toevoegen. Ik weet niet wat ik aan het bouwen ben. Wel ik weet gewoon echt niet wat ik aan het bouwen ben. Maar Jordi, wat heb je hiervan gemaakt? Ja, weet je niet. Een platgestampt dingetje of zo. Ik ga er wel wat leuks van maken. Oh mijn god, op zich is het best wel leuk nu. Wat ben ik in vrees aan het bouwen? En zo. Zo. Oh, tijd is voorbij, jongens. Tijd is voorbij. Laten we beginnen. Nou, welkom. Dit is de beeld van Justin. Justin, wat? Wat was het? Ik dacht dat het een platgestampte octopus was. Wat is het? Ik wil heel graag weten wat het is. Ik had dat als een blauwe muis. Een blauwe muis? Even. Maar wie heeft die tentakels toegevoegd? Ja, dat dacht ik, want ik dacht dat het een octopus was. Ja, ik heb er ook een soort octopus van gemaakt. Ik dacht eerst dat het en een belletje hier of zo. Ja, dat heb ik ook bij. Oh my days. Laten we doorgaan naar de blauwe kleur hier. Ja. Ido? Dit is niet dat het een octopus is. Ik heb geen rendier erop geschreven. Nee, maar ik kreeg 2 paaltjes zo. En that's it. Ja, wat weet was je wat het was? Nou? Een politiepistool. Ja, een politiepistool moet het worden. Oh, een politiepistool? Het is gewoon een... Het is een soort rendier geworden. Oké, nou, het lijkt er niet op, maar is het goedgekeurd trouwens? We gaan even ook terug. Justin, is die van jou goedgekeurd? Ik vind die van Justin wel heel erg epic. Nee. Nee, hij is niet goedgekeurd. Dat is een groot prijs. Nee, ja. Ido? Nou ja, je gebruikt een politiepistool ook niet voor een rendier. Dus hij is ook het is niet goedgekeurd. En die... Het was toch al best obvious wat ik nog mee had gedaan. Ik dacht dat het ook een octopus was. Dit lijkt je met een alien. Nou Jordi, wat was jouw bordje? Een wortel. Het was toch best obvious wat ik met het begin gedaan heb, dat het een wortel kon zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Ja, ik dacht dat het een octopus. Ik denk ik gooi wat water neer en ik zet er een oog in.
En ik heb die stokjes er maar aangemaakt, want ik wist niet meer wat het was nou, toen ik dat zag. Goed gekut, Jordi? Nee, zeker niet. Nee. Nou, oké, dan gaan we nu met mijn laatste. Oh. Ik dacht dus... Wie heeft er een demon van gemaakt? Moest het een panda worden? Ja, het moest zeker een panda worden. Dat dacht ik al. Ja, maar wat heb je ervan gemaakt? Ik had eerst een laagje zo, ja, en toen had ik black en... Gast, nou, Justin, ik dacht dat het zo'n mushroom was van Yoshi en zo. Oh, Mario. Toad, maar dat lijkt niet eens op Toad. Ja, Toad. Oh. Het lijkt niet. Hoe zie jij hier Toad in? Ik gooi even een plaatje, dit is Toad. En dit is zeg maar wat dat er gemaakt is. Nou, die van mij is ook niet goed. We hebben gewoon geen één goedgekeurd. Nee. Dit is niet goed. Lijkt een beetje op een aap zo. Op je zin. Oké, laten we nog één ronde doen en we gaan nu de turbo ronde doen van 15 seconden. Hey, jij daar? Doe jij eens even gauw abonneren en like even voor de video. Jongens, ik heb weer een prachtig bordje neergezet. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Zeker. We gaan de turbo-ronde in. We gaan klaarstaan op het randje. 3, 2, 1. Timer start. Oké, rennen. Oh mijn god. Jezus. Kom maar eens. Oké. Gaas. Oh, ik gebruik de hele verkeerde blokken. Ik heb een simpele start gemaakt. 3 seconden. Wat? Tijd is voorbij. Turbo. Oké, de eerste ronde van de turbo-ronde is al klaar. Man. Klaas, nog een drankje. 3, 2, 1, go. Nee. Ik denk dat ik wel weet wat dit mogelijk kan zijn. Ja, you know. Je weet het zeker. Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet, nu al niet. Wat is dit? Gast, ik bouw maar gewoon iets. Ik ga maar gewoon voor iets. De tijd zit er al op. Wat? Ik wil er nog zoveel meer toevoegen dan dit. Nou, Justin, succes met wat dit is. 3, 2, 1. De finale in. Snel. Ik snap hem. Oké. Ik weet niet wat het is. Ik ga er maar gewoon wat mee maken. Jongens, tijd. Het gaat zo snel. Nee, dat kan niet. Oh, maar deze. De tijd zit erop. Oh my days. Gastentijd zit erop. Het ging zo snel. Het was zo moeilijk om überhaupt iets te bouwen. Oké, welkom jongens. Van wie is dit? Dit is van Justin. Wat moest hier gemaakt worden? Huh? Kijk. Justin, klopt het? Oh. Zal ik mijn gedachtegang uitleggen? Ja, nee, maar ik weet nog niet eens wat het is. Nee, ja, misschien dat je het dan weet. Oké, kijk. Dit ding van boven. Want ik dacht, we moeten het natuurlijk 3D maken. Maar voor een persoon maak ik gewoon het in 2D. Zodat je misschien een beetje weet wat het is. Wat is het? Als je ik ben het vergeten. Als je dit in lucht voor je beeld... Het moet een vogel zijn. Oh, ja, dat was het. My days. Dus ik denk, ik maak zo'n vogeltje. En dan had ik hier 2 oranje blokjes. Oh. En dan een start van het lichaam gemaakt. Maar ja, toen was de tijd al om. Ja, ik heb er een soort demon van gemaakt. Ik snapte het echt niet. Nou, is hij goed gekeurd, Justin? Nee, maar ik was het zelf al vergeten wat het was. Oké, dan is hij weer niet goed gekeurd. Huh? Wie heeft hier dit roze ding hier toegevoegd? Waarom heb je dat gedaan, maar, Justin? Ja, ik dacht, dat is Patrick Zees tussen huis. Oh my god. Maar Max, wat dacht jij dat het was? Een berg. Het was een rondje. Nee, het is weer iets van die politie shit. Wat was het dan? Handboeien. Handboeien? Oh my god. Ik dacht dat het een berg was. Maar ik vind wel de oplossing van Justin erg leuk. Van de Patrick Zeesters huis is geworden. Ik ga hem ook gewoon goedkeuren. You know, Patrick Zeesters. We hebben hem goedgekeurd, jongens. Hey! We hebben hem. Oké, en dan Ros. Dit is echt... Oh, nee. Weet je wat? Dit had moeten zijn een potlood. Oh, ik had maar 15 seconden om een begin te maken. Dus ik had eigenlijk gewoon, zoals je nu ziet, een been gemaakt. Ja, ik dacht ook. En jullie hebben er een dier van gemaakt. Oh, mijn god. Ik moest hebben ook gewoon dat de achterpoten een andere kleur zijn dan de voorpoten. Ja, ik had er per ongeluk shockboxen gepakt. Oh, mijn god. Is hij goed gekeurd, Jordi? Nee. Oké, nou, mijne. Huh? Paard? Ik ben helemaal vergeten wat ik überhaupt had. Nee! Ik had 1 blokje neergezet voor de kaas. Wat was het überhaupt ook alweer? Hamburger. Hamburger inderdaad. Ja. Oh ja, dit is geen hamburger, jongens. Wat is het überhaupt? Dit is een soort vogeltje. Ja, dat heb ik ervan gemaakt. Ja, maar kijk, ik dacht... Gewoon een stok erop. Op. Ja, ik dacht, ik leg het broodje neer en ik leg 1 blokje kaas neer. Oh, nee. Waarom? Oh. Dit had echt goed kunnen gaan. Een hamburger had niet fout kunnen gaan. En alsnog is het fout gegaan. Oké, laten we nu naar de tweede challenge gaan. We zijn aangekomen bij de tweede challenge van deze video. Ik ben heel benieuwd. Ik heb je
zie je Jordi, Justin en Ido allemaal op hun platform staan. Jordi zal wat gaan bouwen. Het zal heel klein zijn. Daarna krijgt hij 3 minuten de tijd om het aan Justin uit te leggen. En hij mag niet het blok benoemen. Ze mogen niet om confirmatie vragen van elkaar of het klopt. Dus Justin mag niet zeggen, oh, bedoel je blauwe wol? Dat mag niet. Ze hebben 3 minuten de tijd. Ik ben heel benieuwd of het ze gaat lukken. Jordi? Ja. Laten wij wat leuks maken. A few moments later. We hebben wat prachtigs gebouwd. Een prachtig object gebouwd. Ik mag het helemaal niet uitleggen, want Justin hoort het natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien wat het is. Het ziet er een beetje verkrekt uit, maar ja, het kan niet veel erger, toch Justin? Justin? Ben ik klaar voor Justin? Nee. Oké, jongens, 3 minuten de tijd. En de tijd gaat in over 3. Hij gaat nu in. Tijd is ingegaan. Stuur screenshot, stuur screenshot. Het is van Bol. Het is... Vol, dat mag je niet zeggen. Regel 1! Wat zei die? Maakt niet uit. Het is zwart! Ja, en wat dan? Dat plaatje er eentje. Ja, maar dan doe je 1 blokje ertussen. Wat is zwart? Het blokje. Wat voor blokje? Dan doe je... Gast, dat maakt niet uit. Oké. Gaat gewoon zwart. Dit is accurate, Justin, oprecht. Dit is no lie. Niks ertussen, dan doe je nog een zwart blokje. Ja? Dat heeft hij. Ja, ga maar verder. Ja. Ga verder. Okay. Dan ga je 3 blokjes de andere kant op. Zeg maar dat je een soort rechthoekje maakt. Ja, dat heeft hij. Hij is verder. En daar, verder. 2 daar rechts ervan, nog een zwart blokje. Heeft hij ook. Ja, ja, heeft hij ook. Ja, ja. Oké, okay, dan heb Justin je... Justin heeft een goed sterk begin. Ja. Ja. Oké, okay, dan pak je een blok bruin. Bruin. Een blok bruin. Bruin. Oké, okay, dan ga je... 3 de hoogte in. 3 de hoogte in, Justin. Ja, waar? 3 de hoogte in. 3 de hoogte in, gast. Op 1 zwart blokkie. En dan, dat heeft hij. 1, 2, 3, 4. En dan 4 naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Naar het andere blokje. Het andere blokje, Justin. Andere zwarte blokje. Ja, goed zo. Dus dan maak je zeg maar een soort portaal. Doe je dat aan de andere kant ook? Een soort portaal. En dan connect je ze met elkaar. Nu connecten met elkaar, dat heeft hij. En dan doe je hem 2 dik maken, dus eentje eronder. Zeg maar dat het pootje me nog maar 1. Ja, 2 dik. 2 dik, Justin. Je hebt nog maar 1,5, je zijn over de helft al. Gast, opschieten. Dan maak je een staart. Een staart. Je mag ook niet zeggen objecten definiëren. Oh, dat. Gast. Het is een lang slurvend ding in de achterkant 40. Dat heeft hij, dat heeft hij. Dan doe je aan het eind zwart. Zwart blokje. Ja, dat heeft hij. Oh, met een zwarte vlag. Huh? Hoe heeft Justin dit zo accurate? Jij zegt letterlijk gewoon, bouw dit. En hij bouwt dus 1 op 1. Stel! Oké, dan doe je bij niet de kant van dat lang slurven ding. Doe je 2 omhoog vanaf de bovenkant. 40 seconden. Ja. En dan maak je een soort van, hoe zeg je dat? Wat zit er op je nek? Ja? Wat zit er op je nek? Ja, je moet het een beetje uitleggen. Ga gewoon in blokjes per blokje werken, Jordi. Blokjes 3 opzij. 3 naar voor. 3 opzij, 3 naar voor. Dat heeft hij. En dan doe je 2 zwarte blokjes als, uitzicht. Vanuit waar kijk jij? Oh, dit is nu al zo verpest. 2 grijze... Justin, wat doe je als je op een... Oh, de tijd zit op. Weet je, maak het maar gewoon af. Ga maar gewoon verder. Oké, dan heb je 2 van die grijze dingen waar je normaal met je vinger op drukt. Waar je met je vinger op drukt. Waar je met je vinger op drukt, Justin. Dan ga je 2 blokjes naar beneden, dan heb je weer een rode vlag. Jordi, ik dacht dat Justin erg was. Bovenop het ding op je nek. Huh? Zet je 2 bruine blokjes. Maar hoe is het zo? Hoe is dit zo gegaan? Oh mijn god, jongens. En dan doe je achter, doe je nog 2 bruine blokjes. Dan heb je zeg maar een soort... Daarachter, Justin. Een soort hanenkam. En dan doe je weer 2 zwarte vlaggen tegenaan. Oh, wat? Vervolgens heb je dan... Wacht, geef hem even de tijd. Dat heeft hij gedaan. Het ziet er goed uit. Oké, vervolgens doe je de laatste stap. Er zitten nog witte blokjes in, verwerkt. Oh ja, witte... Oké, wacht. Ik zal even... Dus dan moet je sommige grijze of bruine blokjes even weghalen en dan de witte terugzetten. Ja, gewoon even af en toe. En het kom van een schaap, dat heb ik gedaan. Justin. Oké, in plaats van het laatste blokje, dan is het klaar. Nu is het klaar. Het is afgelopen. Jordi, kijk maar. Wat je hebt echt gewoon... Ik ben echt teleurgesteld in jouw manier van uitleggen dat dit gecreëerd is eruit. Dat het dit is geworden. Ja, maar is die staart correct? Dat vraag ik wel. Oh my, die staart is accurate, dat is de enige. Waar zijn zijn voorpoten gebleven? Die heb jij nooit benoemd. Oh,
Oké, Justin, jij blijft op je plek. Oh, mijn days. Oh, mijn god. Echt waar. Dat, ik dacht dat het ongeduld van Crep was. Weet je, ik ga je een beetje assisteren. Waardoor je iets meer kans krijgt om het, zeg maar... We doen het op deze manier. Dan is je alsnog verkrept. Hier, je krijgt een beetje assistentie op deze manier, zie je? Gast, dit lijkt op... Dit lijkt op... Meer krijg je niet van me, oké? Kijk dat toortje! Dat lijkt op It of hoe heet die van Ice Age? Oh, Sid. Sid, ja. Oké, Justin, jij krijgt dit. Hiermee moet je het aan Edo uitleggen. Je mag nu niks meer veranderen. Laat Edo erbij halen. Justin, het ziet er prachtig uit. Edo, ik wens je veel sterkte. Ja, joh, gaat wel lukken. Ik hoop dat Justin een beetje kan uitleggen. Nou, ja, dat kan ik. Het kan niet erger dan Jordi, dus dan kan het niet te fout ingaan. Het was echt een ramp. Weet je, 3, 2, 1, go. Jullie zijn begonnen. Oké, Edo Kuipers. Oké, je pakt een ongelooflijk zwart blokkie. Oh. Kijk, ik heb hier meer vertrouwen in voor zo'n hetzelfde spel, hetzelfde blokkie, als je er water overheen gooit, dan wordt het dat blokkie. Dan wordt het heel hard. Juist, Edo. Plaat je gewoon even een blokkie op de grond. Sterk, Edo, dit. Sterk. Edo, je hebt echt heel weinig tijd. En dan ga je eentje... Eentje hou je ertussen en dan plaat je er nog eentje aan in mee. Dus zo begon het bij jou ook, Jordi. Gewoon dat het op zich nog wel potentie had, weet je. Oké, en dan ga je de richting de kant van... Ga nou verder! Nee, is hem kan me wel aankijken. De kant van Muikens toe en dan plaats je 3 niks en dan plaats je er weer hetzelfde blokje. Juist, ja, hij heeft die andere ook. Gewoon verder. Die andere ook, oké. Dan plaats je bovenop... Die ongelooflijke zwarte dingen, plaats je op alle 4 de punten 4 van hetzelfde materiaal, maar dan ongelooflijke bruine variant. Oh, niet dezelfde variant. Sorry, pardon. Ja, wel dezelfde. Denk ik wel. Nee, niet dezelfde. Oh, origineel wel. Nee! Ja? Heeft u dat? Heeft hij dat. En dan maakt u dat hele rechthoekie helemaal dicht met dat blokkie. Juist. Aan de bovenkant. Oh, ik echt een mislukt paard. Nee, dit gaat goed. Oh nee, dit gaat niet echt goed. Maar maakt niet uit. Ga maar verder. Ja, heb je dat in het toppie, joppie. Ja, joh. Dan ga je eventjes... Hij wordt 2 dik. Dan ga je eventjes, hij wordt 2 dik. Ja, dat heeft hij. Yes, goed zo, toppie. Dan ga je aan de voorkant. Het ziet er goed uit. Of maakt niet uit, een kant kies je maar. Maakt niet uit, joh. Ja. Dan plaats je daar even aan de achterkant dus eventjes weer zo'n bruin blokkie. Ja, en daaronder ook eentje. Dat doet hij goed. Dit gaat goed. Dit gaat serieus goed. Ja, sneller, Justin. En dan ga je richting waar Max nu staat nog eentje plaatsen. Ja, dus de andere ik sta kant. Hier. Nee, ik sta hier. Ik sta hier. Nee! Ik sta hier. Ik sta hier. Nee. Ik sta toch hier! Edo, verpest het nou niet! Ga verder, Justin. Oh, mijn god. Dan plaats je daaronder nog een bruine blokje. Dus dan heb je... Ja, dat heeft hij. Ga verder! En op de allerlaatste achterkant van het blokje plaats je dezelfde variant, maar de ongelooflijk zwarte. Die je ook hebt gebruikt aan die onderste ding. Dit gaat helemaal prima. Top! Het ziet er echt als... ik weet niet waar dit op lijkt, maar het ziet er goed uit. Oké, dan ga je aan de andere kant. Gast. Ja? Ja, dan plaats je in het... aan de andere kant ga je 2 omhoog. En die jongen vindt het ook alleen maar leuk, hè? Ja, dan... En blokje precies? Gewoon aan het einde of zo? Ja, gewoon op het laatste rijtje. Plaats je er 2 bovenop. Origineel is jullie tijd voorbij, maar ik geef jullie gewoon nog wel eventjes. Ga maar. Dit lijkt op een anvil, ouwe. Oh ja, inderdaad. Dit lijkt op een anvil. Kom op. Oké. Dan plaats je, even kijken, dan ga je allebei de kanten 2 opzij, 2 opzij, allebei de kanten. 2 opzij, Edo. Allebei de kanten richting. Ja, goed zo. Hij doet het goed. Of de zwarte? Ja. De bruine. Ja, helemaal prima. Wordt een eland of zo. Oh, nou, was het maar een eland. En dan ga je weer 3 omhoog. Huh? Of 2 omhoog. Met al die blokjes. Ja, met al die blokjes. 2 omhoog en dan helemaal naar links. En dan heb je... Dat zit lekker op een bever. Heb je een rechthoek van 5x3. Dus het lijkt op een mug vanaf deze kant, Jordi. Jordi, het lijkt vanaf hier op een mug. 3 naar beneden. Zie je het? Gast, je moet vanaf die andere kant kijken. Lijkt op een bever. Met zo'n hele dikke staart. Een bever? Wow, het lijkt echt op een bever. Met zo'n grote klapstaart. En op het uitkijken, op de uitpuntjes, de puntjes, je weet wel, de puntjes. Aan de andere kant? Oh nee, laat maar, ga verder. Ja, dat heeft hij. Dan ga je eentje naar beneden, dan vervang je die bruine met een ongelofelijke zwarte. Ja, dat dus heeft hij. Bruin, dat zwart, heeft bruin. Ja, en dan aan de andere kant diezelfde. Bruin, zwart, bruin. Van het ongelooflijk mooie gezicht. Ah. Gezicht.
Het is wel een gezicht, you know. Die realisatie dat dit het gezicht is. Ja? Oké, okay, dan plaats je boven. Helemaal fout. Ja, oh, ik maak wel zelf ogen erin dan of zo. Nee, dat, ja, you know, de, ik geef je even tips. De steenvariant. Dit zijn de ogen. Dit. Oké, ga verder, ga verder. Daar moet je steenvariant op plaatsen. Top. En dan ga je dus aan het dat gezicht waar je dacht dat het geen gezicht was. Plaatje. Ja, hij is nog bij de steenvariant, is hij vastgelopen, Justin. Welke steenvariant? De drukbare steenvariant. De drukbare steenvariant. De drukbare. Kijk, Jordi heeft geholpen. Oh, ja. Oké, ja, en dan? Sorry. Dit is het laatste wat jij uit mag leggen. Hé, ik ben aan het woord. Oké, oké, oké. En rood, hetzelfde materiaal, maar dan de rode variant. Ja. Aan de voorkant, dus waar ook die prachtige oogjes zitten. En dan ga je eentje naar beneden, niks. En dan weet je, opzij doe je er weer een. Dus richting de muur voor jou, weet ik veel. Bedenk een beetje zelf wat het mogelijk kan zijn, dit rode. En maak het maar gewoon. Een rendier worden of ja, zo. Klopt, juist, dit is goed, Ido. Ja, ja. Nou, ik vind het mooi geweest, jongens. Justin, kijk maar naar de bever van Ido. Ja. Ik vind hem eerlijk gezegd minder verkrekt dan de originele, of de, dan die van Justin. Ja. Want Ido, kom eens. Is die van Justin? Dit is die van Justin. Dit. Huh? Dit is die van Justin. Maar hij was nog erger. Ik heb hem nog een beetje gered. En zeg maar, het originele was gewoon een leuk paardje. Het was gewoon een leuk, klopt, simpel paardje. En er is een of andere verkrekte bever uitgekomen. Met een staart dat eigenlijk een gezicht is. Oh my days. Kijk hoe het doet. Oh, dit is echt erg ook gewoon. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker eventjes. Kijk ook deze prachtige video. Want wauw, echt een bizar mooie video. En dan nu spreek je later glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Noooooo!